Het is een gevaarlijk verkeersknooppunt waar al menig ongelukken zijn gebeurd. De rotonde in Nijmegen tussen de Marialaan en Industrieweg in Oud-West. Tot nu toe had deze rotonde geen naam en daar moest verandering in komen, liet buurtbewoner Rob Essers eerder dit jaar al weten. Zijn strijd is inmiddels gestreden, want woensdagavond heeft de gemeenteraad ingestemd met zijn naamvoorstel. Nou, eigenlijk is iedere rotonde zonder naam, dat is heel lastig in de praktijk. Ik bedoel, als er een ongeluk gebeurt, waar moet je naartoe? Bovendien doet zich de rare situatie voor dat deze rotonde in feite nog de namen heeft die wegen hadden voordat de rotonde werd aangelegd. En dat blijkt dan, als je kijkt in het Nationaal Wegenbestand, dan blijkt deze rotonde 5 verschillende namen te hebben. 22 stukjes wegvak met 5 namen, waarvan er 4 door de gemeente zijn vastgesteld. En dan zijn er nog wat reststukjes, die heten gewoon fietspad. Tijdens de raadsvergadering van 29 november heeft het college van bestuur een besluit genomen over deze naamloze rotonde in Oud-West. De rotonde heeft sinds vandaag de naam Vredeburgplein. Een toepasselijke naam, aldus Rob Essers. De naam past bij de locatie van de rotonde, omdat deze op een deel van de voormalige buitenplaats Vredeburg ligt. Deze buitenplaats bestond in de 18e en 19e eeuw. De officiële omdoping van de rotonde laat nog even op zich wachten. De gemeente laat alvast het volgende weten. Deze naam past perfect bij deze locatie. De rotonde ligt op een deel van de voormalige buitenplaats Vredeburg die bestond in de 18e en 19e eeuw. Waarschijnlijk stond hier vroeger een landhuis of boerderij met een aangelegd landgoed eromheen. Historische straatnamen zijn herinneringen aan het verleden en weerspiegelen de geschiedenis van onze stad. Als wethouder erfgoed ben ik trots dat we op deze manier de historische identiteit van Nijmegen kunnen doorgeven aan volgende generaties. Aldus wethouder erfgoed Tobias van Elferen.